En ik ben even dingen vergeten om iets te doen om eigenlijk geld te halen voor de bovengroep. Want elke week hou ik eten van de bovengroep, dat ga ik morgen doen. Maar... super tof dat ik aan gewoon een heel vlog. Mijn naam is Han Pat, zoals iedereen weet. En ik ben net wakker, net lekker geweest douchen. Dus even lekker om wakker te worden en dan... lekker vis, fruitig. Dus. En ik ga het klaarmaken om lekker nog een radio aan te zetten. En mijn vriendin te bellen. In ieder geval is het bedrijf opengooien. Want het zijn ongeveer te denken. Het is al laatste tijd echt ongelooflijk vies en bagger weer. Maar ja, het is niet anders. Daar moet je mee doen. Dus en nu lekker koffie zetten en dan wachten tot het goed warm is. En dan zet ik hem aan. In ieder geval nu even lekker wakker worden. Dat weet ik nog niet helemaal, maar oké, dan komt goed. Het is altijd aan het begin. Ik was zo druk met dingen bezig. En tussentijd is het al ongelooflijk weer laat geworden. Is het gewoon donker aan het worden. Want zelfs daar in de verte zie je al donkerheid daar zo. En ik heb het zoveel druk gehad. En dingetjes achter de computer. Even bedenken hoe en wat. Maar vanavond is zo'n superleuk iets. Na superleuks. Maar is er iets, wat echt belangrijk is. En dat is persconferentie. En daar ga ik sowieso al naar kijken. Ik denk dat jullie het ook allemaal gaan kijken in ieder geval. Ik wel in ieder geval. En ik hoop dat jullie ook. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Jullie hebben natuurlijk al gezien de persconferentie. Ik er nog niet. Ik ga er namelijk vanavond samen met Rick kijken. Net klaar met eten en ik ga nu klaarmaken om daar naar Rick toe te gaan, want ik ga samen de persconferentie kijken. En wat ik eigenlijk ook net binnen heb zien horen komen is dat helaas de optreden van Marlijn Weerdenburg helaas niet doorgaat in Gouda. Daar baal ik onder van. Maar goed nieuws, één goed nieuws is, het wordt verplaatst. Maar wanneer? Is nog niet duidelijk. Maar tenminste, mijn moeder heeft mij laten weten dat het niet doorgaat. Enorm jammer, maar ja. Ik ben er ongelooflijk van. Maar we gaan het zien wanneer het wel weer doorgaat. Afwachten. Maar ik wil het ook over nu goed doen is klaarmaken om naar mijn Rick toe te gaan. Dus laten we dat even klaarmaken. En dan ga ik in ieder geval. Samen met Rick, even persconferentie kijken. Ik ben benieuwd wat er allemaal uit gaat komen deze dag. Ik heb echt druk gehad eigenlijk. Ik heb zo'n druk dag. Ik heb zo druk gehad vandaag dat ik dat ik even dingen achter de computer moest doen. En dat ik eigenlijk ook niet aan editen toe kwam. Dus ik ga nu in ieder geval naar Rick toe. Mijn sleutels mee. En gaan we even... persconferentie kijken. En ik ben even dingen vergeten om iets te doen om eigenlijk geld te halen voor de bovengroep. Want elke week hou ik eten van de bovengroep, dat ga ik morgen doen. Maar dat komt wel goed. Ik ga vast lekker gordijnen dicht doen. Want ik moet morgen vroeg op en ik ben net thuis gekomen. En samen met Rick persconferentie gekeken wat ik al zei. En ik kan niet zoveel bijzonders uit, vond ik zelf. Dat alleen afwachten wanneer of hoe we kerst kunnen vieren, zegt Rutte. En ja, dat vaccin verplicht zijn. En zo, ik zeg iets verkeerd. Niet verplicht zijn, dat bedoel ik niet. Maar dat vaccin bijna aankomen. En ik ben wel benieuwd of jullie vaccin innemen